Mijn naam is Els Klaassen. We zijn hier vandaag bij Peter Klaassen Dubbele Bedieningen. En vandaag is een bijzondere dag, want we hebben de eerste klant die met de volledig elektrische Outlander komt. Die wij gaan voorzien van een dubbele bediening. Ik ben Wesley Maurer, eigenaar van Motorskills Verkeersopleiding uit Breda. Ik ben vandaag met mijn nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV bij Peter Klaassen in Waalwijk om de dubbele bediening in te laten bouwen. Tevens worden de auto bestickerd en vandaar dat ik hier vandaag ben. We hebben deze morgen al de rem uit de Primastar gehaald. Dat was de vorige auto van Wesley. De dubbele bediening wordt eerst door onze monteurs helemaal goed nagekeken en gecontroleerd op eventuele mankementen. En als de dubbele bediening helemaal gerenoveerd is en in goede staat is, dan gaan de monteurs beginnen met de montage. Er werken twee monteurs aan uw voertuig. De monteur aan de rechterzijde waar de dubbele bediening geplaatst wordt, die begint met de montage van de pedalen, van de bok. En de monteur die links in de auto aan de gang gaat, aan de stuurzijde dus, die gaat beginnen met de positionering van de klemmen en de controle. Bij het hergebruiken van een dubbele bediening wordt altijd nieuwe kabels gebruikt. Als de controle geplaatst zijn en de dubbele bediening zit erin, dan volgt de laatste fase van de montage. En dat is het doorsteken van de kabels van links naar rechts in het voertuig en het aansluiten van de kabels op de dubbele bediening naar de vaste pedalen toe. De Outlander van Wesley moest ook beletterd worden. Dat kan ook bij ons bedrijf plaatsvinden. We werken hiervoor samen met Metro XL uit Waalwijk. Ze zitten om de hoek. Dus als u tijdig aangeeft, net zoals Wesley, dat u daar gebruik van wil maken, dan kunnen we dat allemaal van tevoren regelen. En dan liggen de letters die op het voertuig moeten komen al klaar als u aankomt. Nou, we rijden dus nu in de Outlander PHEV. Als rijschoolhouder heb ik deze begin van het jaar de keuze gemaakt om deze auto te kopen. Hij bevalt uitermate goed. Het is een hele luxe auto. Er zit bijna alles op en aan. Deze auto gebruik ik voornamelijk in de rijschool om E8B rijlessen te geven. Een enkele keer zal ik hem ook wel gebruiken om te vervolgen bij het motorrijden, maar dat is hier eigenlijk niet voor bedoeld. De reden voor de E8B les is ook wel eigenlijk wel dat dit een unieke hybride auto is die zoveel mag trekken. Deze auto mag, ondanks dat hij twee elektromotoren heeft en op accu's draait, mag hij toch 1500 kilo trekken. En hetgeen meer dan voldoende is om rijlessen mee te geven en voor het CBR is het ook zeker voldoende. Naarmate ik hem regelmatig laad, ook helemaal leeg rijd, steeds weer tot het maximale vol laad, wordt het bereik puur elektrisch steeds beter. Je kunt er natuurlijk nog steeds geen volledige BE-opleiding mee geven op een dag, dat gaat niet. Maar elke kilometer die je kunt rijden waarbij je geen brandstof verstookt, is natuurlijk altijd meegenomen. Puur elektrisch. Met snelweg erbij, alles op en eraan, een klein stukje snelweg weliswaar, heb ik 45 kilometer uit de accu gehaald. Dus dat vind ik een enorme besparing voor een rijschool. Voor mij is dat absoluut doorslaggevend geweest, is dat je brandstof bespaart. Dat zeker, dus zeker een economische overweging geweest. En daarnaast is het heel erg mooi dat je gewoon vanaf de auto heeft geen dynamo, geen versnellingsbak, geen startmotor. Dus er zijn allemaal mechanische dingen die geen slijtage meer kunnen ondervinden.
En dat zijn voor mij toch hele belangrijke overwegingen geweest om elektrisch te gaan rijden. Ik betrap mezelf er wel op dat ik natuurlijk veel vaker de auto pak. Puur ook natuurlijk omdat het een nieuw speeltje is. Hè. Hier heb je lang op moeten wachten. Dus ook al moet je even een kleine boodschap doen waar je normaal op de fiets zou doen, pak je toch sneller even de auto. Aan de andere kant voel ik me er niet heel erg schuldig op, omdat je rijdt eigenlijk gewoon elektrisch.